In een recente wending van gebeurtenissen heeft de politie van Las Vegas aangekondigd dat er geen strafrechtelijke vervolging zal plaatsvinden tegen de bekende rapper Cardi B. Het incident vond plaats tijdens een optreden in Las Vegas, waarbij Cardi B een drankje over zich heen kreeg van een toeschouwer in het publiek. In reactie hierop gooide de rapper uit frustratie haar microfoon in de richting van de overtreder, waarbij ook een ander individu werd geraakt. De politie van Las Vegas heeft nu bevestigd dat het strafrechtelijke onderzoek naar het incident is afgesloten wegens een gebrek aan voldoende bewijs. In een officiële verklaring van de politie werd verklaard, er zal geen aanklacht worden ingediend in verband met deze zaak. Deze aankondiging heeft geleid tot opluchting bij Cardi B en haar fans, aangezien zij niet langer het risico loopt te worden vervolgd voor haar acties tijdens het bewuste optreden. Hoewel het incident controversieel was en media aandacht trok, heeft de politie van Las Vegas geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs is om een strafrechtelijke zaak voor te zetten. Deze beslissing werpt een nieuw licht op het voorval en benadrukt het belang van nauwkeurig onderzoek en bewijsvoering in dergelijke situaties.